Een hele goede maandagmiddag vanuit Rosspad in Overwallis. Ja, het heeft weer wat gesneeuwd. Niet heel grote hoeveelheden hier in een Alpine. Maar toch, het is op en top winters. Er ligt hier bij ons chalet op Rosswald op 800 meter hoogte nu zo'n 70 centimeter sneeuw. Hogerop natuurlijk nog meer. En in het dal stukken minder. En deels is het daar zelfs ook nog groen omdat het steeds weer daar wegdooit. Ja, de temperatuur is naar beneden gegaan. Gisteren hadden we nog een beetje een föhnfase. We noemen dat een zachte föhn. Doordat vooral ook die lagere niveaus van die atmosfeer wat zachtere lucht vanuit het zuiden binnenstroomde. Ging die temperatuur tijdelijk even iets in de plus. Maar in de loop van de middag en avond volgde dus een koufront. Ja, er kwam sneeuw, harde wind en die temperatuur die kelderde weer. Na diepvriestemperaturen op 4000 meter, 3000 meter vriest het hier zo'n 20 tot 25 graden. En ook hier graadje of min 8. Ja, het is op dit moment mooi opgeklaard zoals je ziet. Het is maar tijdelijk, want vanuit het noorden naderen alweer nieuwe sneeuwbuien, nieuwe sneeuwvalgebiedjes. En vooral aan die noordkant van die Alpen gaat dat dan weer stouwen. En kan het ook tijdelijk weer wat langer sneeuwen. En tot morgenochtend kan daar weer zo'n 10 tot 25 centimeter sneeuw gaan vallen. In de Alpine duidelijk minder en misschien blijft het deels ook wel droog. Ja, morgen dinsdag zien we via Bretagne een klein lage drukgebiedje midden Frankrijk binnentrekken. Buigt dan af naar het noordoosten richting Denemarken. En een meetrekkend occlusiefront gaat dan ook weer sneeuw vallen. Eerst gaat ook weer sneeuw produceren. Dat zal pas in de loop van de avond en de nacht op woensdag gaan gebeuren. Het eerst in de westelijke Alpen. Woensdag later dan ook nog wat sneeuw in de westelijke Oostenrijkse Alpen. Ja, niet al te grote hoeveelheden, maar weer een mooi laagje. Een verse sneeuw. Ja, donderdag volgt er een wat rustigere fase, een beetje hoger druk. Lekker even om weer te gaan skiën. Voordat op vrijdag die drukverschillen tussen de zuidkant van die Alpen en die noordkant van die Alpen weer gaan toenemen. Op nadering van een volgende markante depressie die via een gelijke koers Frankrijk richting Midden-Europa gaat trekken. En aan die oostflank van dat lage drukgebied gaat dan zachtere lucht naar het noorden stromen. En aan die westflank koudere lucht ver naar het zuiden richting Spanje en Noord-Afrika. Ja, we komen dan tijdelijk in wat zachtere lucht, of ik moet eigenlijk zeggen wat minder koude lucht. Enkel die noordelijke Alpen, die Alpen-Noordkant, krijgt te maken met zuidföhn. En dat betekent dat daar die temperatuur toch wel eventjes wat verder omhoog. En dan kan het op 1500 meter, 850 hectopascal spreken ervan, kan die temperatuur tot 5 à 6 graden in de plussen gaan oplopen. Het is dan droog, föhnig opgeklaard. Daar zal niet zoveel neerslag aan vallen. Die westelijke Alpen in eerste instantie dus veel sneeuw door die west- tot noordweststouw. En dat geldt ook voor die noordweststouwgebieden van de noordelijke Alpen tot aan de Vooralberg, zeg maar. Ja, en dan vanaf vrijdag, dan gaat het ook aan die zuidkant sneeuw wanneer die zuidstouw erin komt. En daar kan ook behoorlijk wat sneeuw gaan vallen. Al met al verwacht ik de eerste komende dagen, of zeg de komende 6 dagen in de westelijke Alpen tot 100 en misschien wel 150 centimeter aan sneeuw in die hogere delen. En dan later in die week, zo vrijdag, gaat ook die zuidoostkant van de Alpen behoorlijk wat sneeuw meepakken. Daar kan 50 tot 100 centimeter gaan vallen als die polaire jet daar frontaal op die zuidkant van die Alpen gaat focussen. Het zal echter een tijdelijke föhnfase zijn, want vanaf pak een beet in de loop van zaterdag, zondag, dan komen we weer terug in dat oude bekende patroon van die noordwestelijke stroming. Die lage druk die schuift weer wat door, die hoogte trog breidt zich weer verder over de Alpen uit. En als het aan het GFS-model ligt, komen we dan weer dieper in die koude heu- en koudluft terecht. Dan blijft het gewoon de hele volgende week koud tot zeer koud, met periodiek sneeuwbuien, wat sneeuw. ECMWF-model is er nog niet zo van overtuigd. Vanmorgen lieten die een wat minder koud scenario zien. Maar ook volgens dat model blijven we in de Alpen gewoon in die koudere lucht zitten. Die min 5 graden isotherm op 1500 meter hoogte, die zit eigenlijk continu over die Alpen. Afgezien van die föhnfase zaterdag, vrijdag, blijft het ook dan gewoon koud. Dus die winter, die is er, die blijft er en die zal voorlopig ook nog niet weggaan. Want ook op die lange termijn lijkt het gewoon koud te blijven. Periodiek ook steeds weer wat sneeuwval. Hoge druk, stabiel hoge druk, keizerwetter is voorlopig niet aan de orde. Ja, hoe dat allemaal precies in detail verder gaat lopen met die lage drukgebiedjes, die storingen, die precieze koers, de hoeveelheid sneeuw en die sneeuwverdeling en ook natuurlijk die föhn aan de noordkant. Dat kunnen jullie allemaal lezen op www.alpenweerman.nl. En voor de Benelux natuurlijk elke dag ook een uitgebreid Benelux weerpraatje. En verder natuurlijk weer foto's en updates via onze sociale media op Facebook en op Twitter. En mocht je eens lekker willen meekletsen over het weer of wat meer willen weten over het weer,
Kijk er ook eens op ons forum. Dat hebben we sinds gisteren online gezet. Het is in opbouw. Dat wil zeggen, kom erop. Geef je input. En laten we daar ook iets moois van maken. Ja, ik ga nu even verder hier een beetje sneeuw ruimen. Straks een bakje koffie drinken. Vanuit Roswald een hele fijne dag gewenst. En graag weer tot de volgende keer. Ciao.